Wel, na een lange zoektocht achter een voor ons perfecte bouwgrond, begon de zoektocht naar een betrouwbare bouwpartner. We hadden eigenlijk direct beslist dat we voor een sleutel op de deurfirma zouden gaan. Enerzijds omdat we eigenlijk een beperkte tijd hebben. We hebben beide een fulltime job. We hebben 3 kinderen. Maar anderzijds ook omdat we te weinig kennis hebben van zaken om echt een huis van A tot Z op te bouwen. Ja, we hadden een duidelijk beeld van hoe onze woning er moest uitzien. Ja, dus het moest een moderne crepiewoning zijn. Voor elk kind moest er een eigen slaapkamer zijn. Er moest een master bedroom met een dressing zijn. Er moesten 2 badkamers zijn, een grote speelruimte. Dus we wisten echt wel wat we wouden. Ja. De voorlopige oplevering zelf die verliep heel vlot. Zelf nu, we zitten nu in de tijd tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. En we merken als we nog een puntje zien of dat er nog iets boven water komt, dat we steeds nog kunnen contact opnemen met projectleider Johan. Dus dat is wel heel fijn. Waarom we zouden aanraden om voor Blavier te kiezen? Dat is enerzijds omdat we eigenlijk echt wel een correcte prijsofferte hadden. We zijn op het einde van de rit niet voor verrassingen komen te staan. Enkel door eigen keuzes is er van de prijsofferte afgeweken. En dat in combinatie met de hoge afwerkingsgraad maakt dat wij Blavier echt wel zouden aanbevelen. Ja, voor in de grote badkamer wouden we echt wel een vrijstaand bad, omdat we dat heel modern vonden. En aangezien we in de kinderbadkamer al voor een douche gegaan waren, wouden we hier echt wel dit bad kunnen implementeren. En samen met onze bouwadviseur hebben we dat bekeken en dat is perfect gelukt. Ja, we hebben ervoor gekozen om hierboven een hele grote speelkamer in te richten. Eerst en vooral eigenlijk omdat we dan beneden een beetje speelgoed vrij kunnen houden. En de kinderen vertoeven hier heel graag. Met de vriendjes komen ze hier naar boven, kunnen ze spelletje PlayStation spelen of met overige Lego materiaal en dergelijke. Dus dat is heel erg fijn. Ja, voor het vinden van onze bouwpartner zijn we gestart met een bezoekje aan Batibouw. Daar hebben we verschillende stands bezocht. Daarna hebben we ook enkele kijkwoningen bezocht, waaronder een kijkwoning van Blavier. Daar zijn we in contact gekomen met bouwadviseur Wim Douwe. Het was een heel fijn contact en ook de kijk daarin was eigenlijk het professionele contact met bouwadviseur Wim Douwe wel heel fijn. Dat was een fijn contact ook. Hij heeft voor ons ook een accurate prijsofferte gemaakt. En hij heeft ons eigenlijk ook het hele bouwproces uitgelegd en heeft daar ook echt wel zijn tijd voor genomen. De kijkwoning in Erpenmeren van Blavier die sprak ons enorm aan, hè. Qua look, maar ook qua afwerking. Tijdens het bouwproces is ons vooral opgevallen dat Blavier wel werkt met hele goede onderaannemers. We hadden de metser, de elektricien, de mensen van de crepie. Dat waren mensen die al jaren ervaring hadden, die wisten wel wat ze deden, die hadden kennis van zaken.